Ik ben Christophe Kleijs. Ik kom uit Maldenham. Dat is hier niet zo heel ver vandaan, van de Knokken. En ik ben hier omdat ik de top 10 ben geëindigd vorig jaar in de Masters. Voor mij persoonlijk betekent de Masters het begin van mijn carrière eigenlijk. Ik was fotograaf in bijberoep, deed alles wat ik kon versieren van job, behalve huwelijken. Ik zat zo'n beetje vast in mijn werk en ik wist niet goed meer wat doen. Dus ik ging eens iets zot proberen en dat was een huwelijk. Dus van mijn eerste huwelijk, de eerste inzending bij de Masters en meteen prijs. En dat was het moment van, kijk, dat is nu wat ik wil doen. En nu zit ik hier in de top 10, na 3 jaar. Ik heb dit jaar inderdaad 7 awards gewonnen. Maar mijn inspiratie, ik kijk niet echt naar de andere fotografen om te zien wat zij doen. Je moet je eigen stijl proberen ontwikkelen. Anders is het een beetje copycat wat je doet. En nee, ik zoek mijn eigen stijl. De mensen zouden zeker moeten komen, omdat tentoonstellingen meestal voor kunstfoto's zijn. En wij proberen ook voor onze mensen, voor onze klanten, met hun trouwfoto's ook kunst te maken. En daarom is het goed dat de trouwfotografie nu eens een platform krijgt. En dat de mensen zeker moeten komen kijken hoe wij te werk gaan tegenwoordig.